Hier gewoon de andere kant hieronder, zeg maar. Naar de achterkant. Helemaal aan de achterkant in de hoek. John en Lila parkeren op een veilige afstand in de straat. Er is wel iemand in huis. Er staat nu iemand voor het raam te kijken. Is dit het hele huis? Het huis, hier waar we nu recht tegenaan kijken, dat is het huis. En ik dacht net dat ik iemand... Kijk, daar loopt iemand in de kamer. Dus er is iemand thuis. En het is een grote jongen. Inderdaad, de garage is niet voor hem. Nee, het is voor anderen. Zeg het maar, Mark. Zijn jullie in positie? Ja, we zijn in positie. We hebben vol zicht op de voorkant van het huis. Waarschijnlijk zit de deur aan de zijkant. Die kunnen wij niet helemaal zien. Maar wij zijn nu in positie. Oké, dan gaan wij starten. Rustig aan, die jongen alle tijd. Yes. Hè? Tot zo. Zo. Hopelijk lukt het John en zijn team om op deze manier de bevestiging te krijgen dat Hernani thuis is. Tot nu toe is Mark de enige die hem gezien heeft. En dat is alweer een paar dagen geleden. Het teamlid legt de bal zoals afgesproken bij de schutting en loopt dan richting de voordeur. Lila en John zien met eigen ogen wat er gebeurt. Oh, hij heeft wel met de bal toch, of niet? Ja, de bal heeft hij al aan de achterkant gelegd. Oh, oké. Okay. Het zou een grote opluchting zijn voor Lila als het plan slaagt. Ja, heeft contact met iemand. Hi. I think I dropped my basketball in your backyard. Is it okay if I have a look? Basketball? Yeah, a basketball. Hij heeft contact met iemand. Ja. Ja, hij mag even naar achteren lopen. Er loopt niemand mee. Nee, jammer. Dat is jammer. Wordt wel gekeken. Hij loopt weer terug. Excuse me. Als hij nou even naar buiten komt, hè? Ja. Just go straight. Just park there. Park there. I think basketball court in there too. Oké. Okay. Is it? No, basketball court in the park. Yeah. Oké. Okay. Great. Het teamlid hoort duidelijk Hernani antwoord geven. Hij is dus inderdaad gewoon thuis. Dan komt jouw kant weer op, Mark. Ja. Ik zie nog steeds beweging in het huis, hè? Ja, ja, ja. Er loopt een groter iemand, ja. Loopt door het huis. Ja. Ik heb het idee dat hij thuis is namelijk. Kijk. Zie je dat daar, voor het raam hier recht vooruit? Hier, zie je dat? Ja, ja, ja. Hij woont daar 100%, noemde zijn naam. Ja, oké. Perfect. En ze vroeg ook van, laat me even zien waar het is. Maar toen zei hij iets onverstaanbaars en toen begon ze gewoon weer uit te leggen waar het is. Oké. Okay. En ze zitten daar denk ik met een mannetje of 6, 7 in een hele kleine woonkamer. Baby's. John, met Mark. Zeg het maar. Nou, hij woont daar in ieder geval 100%. Zijn naam werd genoemd, dus hij was binnen. Met wie heeft hij contact gehad dan? Met de vrouw die daar woont. Ja, met de vrouw die daar woont. Heeft die vrouw een naam genoemd? Ja, die riep op een gegeven moment om Nani, om hem uit te leggen waar het basketbalveld was. Maar die sprak haar een andere taal, zo begrepen heb. En kwam in ieder geval niet. En toen ging zij verder uitleggen waar het basketbalveld was. Oké, nou, rij jij maar naar het sportveld. Wij wachten hier nog heel even, we komen er zo aan. Oké. Okay. Je bent er zo dichtbij nu. Maar waar ik een beetje bang voor ben, als je nu zo zonder meer aanbelt, dat hij zo schrikt, dat je in feite ook niet verder komt. En het is nu bijna 3 uur. Dus vader komt zo naar huis. Om 3 uur zo. Ja. Ik denk dat we beter nog 1 dagje geduld kunnen hebben. En wij komen morgen vroeg. Kunnen we gelijk naar hem. Ja, iets niet heel vroeg, maar iets later. Ja, ja, misschien 9, 10 uur. Ja. Het liefste zou Lila de deur open doen en naar het huis rennen.
Maar het risico op een mislukking van de hereniging is nu helaas te groot. Met pijn in haar hart moet Laila toezien dat ze nog één nacht moet wachten totdat ze haar geliefde zoon weer in de armen kan sluiten. Gaat het? Ja. Ja? Nog heel even geduld, hè? Je begrijpt het, hè? Jij begrijpt het.